Hi, zoals besproken in de vlogs hierbij een video over sporten en voeding. Jullie hebben vragen gesteld en ik beantwoord ze. De eerste vraag is... Ik lust niet graag groenten, toch moet je eetpatroon 40% uit groenten bestaan. Hoe kan ik dit toch eten zodat ik het lekker vind? Deze heb ik vaker gehoord, dus je bent zeker niet alleen. Mijn vraag aan jou is, hoe maak je het klaar? Zou dat misschien de reden kunnen zijn dat je het niet lust? Broccoli kan je namelijk... Ja, helemaal doodkoken, maar je kan natuurlijk een heerlijk wokgerecht van maken of verwerken in een stoofschotel. Daarnaast zou ik je willen vragen, hoe breng je je groenten op smaak? Kijk, zout en peper is natuurlijk een hele traditionele Nederlandse combinatie. Maar heb je bijvoorbeeld wel eens broccoli of andere groenten geprobeerd in een Thaise curry? Als laatste de vraag, heb je wel eens geëxperimenteerd met groenten die je misschien nog nooit hebt geproefd? Het kan namelijk zijn dat je bijvoorbeeld sperziebonen niet lust... Maar dat je bijvoorbeeld kousenband juist heel lekker vindt. Experimenteer gewoon lekker en probeer veel dingen uit. Bijvoorbeeld nieuwe kruidencombinaties of nieuwe groenten. En misschien kom je er dan achter dat je bepaalde dingen juist wel lust. De tweede vraag is, hoe kan je het beste vet verliezen en meer spieren krijgen? Hier kan ik heel lang over kletsen, maar het korte antwoord is 70-80% van je fitheid... wordt bepaald door voeding. Je kan echt sporten wat je wil, maar als je voeding niet klopt, dan wordt het echt een heel lastig verhaal om fit te worden. Het is denk ik geen verrassing dat je vooral moet focussen op groenten als koolhydraten, aangevuld met proteïnes zoals bijvoorbeeld kip of tofu of eieren en tenslotte goede vetten zoals avocado en noten. Het dieet wat ik het makkelijkste vind werken is clean eating. Ik maak hier even een aparte video over, omdat dat eigenlijk al een verhaal op zich is. Naast het eten van de juiste voeding is het heel belangrijk dat je ook voldoende eet. Sommige mensen hebben genoeg aan 3 maaltijden per dag, maar de meeste mensen hebben om de 1,5 uur à 2 uur honger, wat eigenlijk normaal is. Dat wordt je niet zo heel vaak verteld. Ik eet zelf het liefste 5-6 maaltijden per dag. Daar voel ik me goed bij en dat is ook echt voldoende om mijn lichaam alle voedingsstoffen te geven die het nodig heeft, zeker als je sport. Je zou dus zeker ook vet kunnen verliezen door alleen maar clean te eten, maar sporten versnelt natuurlijk dat hele proces en zorgt er juist voor dat je dat mooie, strakke, gespierde lichaam krijgt. Krachttraining is altijd mijn beste aanrader, omdat je daarmee zowel je spieren traint als vet verbrandt. Helaas, pindakaas, het is trouwens onmogelijk om plaatselijk vet te verliezen, bijvoorbeeld alleen op je buik of op je kont. Als je vet wil verliezen, zal je vet over je hele lichaam moeten verliezen. Ik ben persoonlijk geen fan van cardio, omdat je er eigenlijk bijvoorbeeld met rennen alleen maar plaatselijke spieren mee opbouwt en voornamelijk vet verbrandt. Wat er vervolgens gebeurt is dat je lichaam verliest vet, maar daaronder zitten geen mooie spieren, dus je krijgt er niet echt een gedefinieerd lichaam van. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat je vet gaat opslaan als je te veel cardio doet. Te veel cardio zorgt er namelijk voor dat je te veel stresshormonen aanmaakt en dat zorgt voor vetopslag. De derde vraag is, wat vind je ervan als mensen zeggen, maakt niet uit hoe of wat je beweegt / sport, als je het maar doet? Ik wil graag fitter en sterker worden en vet kwijtraken, maar voor mij lijkt die stelling niet te werken, ook al sport ik 2-3 keer per week met combinaties van cardio en kracht. Ik denk dat de uitleg bij de vorige vraag deze vraag ook grotendeels beantwoordt. Aanvullend daarop, kijk, sporten of bewegen is natuurlijk altijd goed, maar als je met een bepaald doel traint, zoals jij bijvoorbeeld met fitter worden, dan zal je iets beter over je vorm van bewegen moeten nadenken. Sowieso begint fitter worden altijd bij voeding, zoals ik net al vertelde. Maar als je voeding klopt en je wil echt fitter worden, dus een gedefinieerd gespierd lichaam, dan zou ik toch voor krachttraining gaan. En als je echt heel serieus bent en hele goede resultaten wil boeken, raad ik je aan om minstens 1 keer per maand met een personal trainer te trainen. Kijk, krachttraining is vrij blessuregevoelig en het is heel makkelijk om een oefening in een verkeerde houding te doen, waardoor je en niet het resultaat krijgt en misschien een blessure oploopt. Een uurtje met een personal trainer werken, dat kost geloof ik 40-100 euro, wat soms ook gewoon een jurkje is wat je koopt. Dus ik vind dat zeker de investering waard voor je lichaam. Vraag 4. Hoe denk jij over biologisch eten? Volgens mij eet je niet echt specifiek bio, hè? Heb je daar een reden voor? En wat betreft YOLO-dag, hou je dan nog een max aan wat betreft calorieën? Of is het echt gewoon YOLO en is alles goed? Ik eet inderdaad niet specifiek biologisch om
twee redenen. De eerste reden is dat ik het gevoel heb dat er te veel met biologisch eten wordt gerommeld. En ik het label biologisch gewoon niet helemaal vertrouw. Tenzij ik het zelf bij de boer zou kunnen halen, kom ik er in de winkel gewoon niet uit met de labels. Er zijn te veel labels. Het is voor mij onduidelijk welke waarvoor gaat. En ik heb gewoon geen tijd en zin om dat helemaal uit te zoeken. De tweede reden, en die speelt veel meer op de achtergrond, is dat ik er simpelweg niet van overtuigd ben dat biologisch eten een significant beter effect op je gezondheid heeft dan niet biologisch eten. Als jij dit kijkt en denkt, wauw, daar ben ik het zo mee oneens om deze en deze en deze reden, laat je argumenten dan vooral achter in de comments. Ik sta altijd open voor goede argumenten. Wat betreft mijn YOLO-dag, mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, mocht dit de eerste video zijn die je kijkt, ik eet 6 dagen in de week clean en 1 dag heb ik een YOLO-dag. Dat is meestal een zaterdag. Dat betekent dat ik op die dag alles eet waar ik trek in heb. En nee, daar heb ik geen calorierestrictie op. De reden daarvoor is dat er maar een bepaalde hoeveelheid eten in mijn maag past. Als ik vol zit, kan ik niet meer eten. Dus dat is een soort natuurlijke limiet op mijn YOLO-dag. Ik heb ook zeker een aantal vragen van jullie gezien over wat je nou precies voor een training moet eten of na een training moet eten. Deze wil ik even bewaren voor als ik weer thuis ben, omdat ik je dan ook echt maaltijden en dat soort dingen kan laten zien. Dat kan ik nu gewoon niet, omdat ik op reis ben. Als je deze video leuk vindt, steek dan een duimpje omhoog. Dan kan ik misschien ook vragen beantwoorden die ik nu niet kon meenemen in verband met de lengte van de video. En natuurlijk, als je nieuwe vragen hebt, stel ze hieronder in de comments. Mocht je zoiets hebben van, hey, dit is best wel een toffe video, ik wil meer video's van jou zien, abonneer je dan op mijn kanaal door hier gewoon 1 keer te klikken en dan krijg je alle toekomstige video's automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week wat deze video's betreft.